Ja, ik sta bij Frits Axe van de SP en hij heeft een motie ingediend ten aanzien van de Gravenruiters en hun manege die ze zo graag willen bouwen. Kan je er iets over zeggen? Ja, ingediend hebben? Ja, de kern van het verhaal was dat er dus op dit moment geen gesprekken meer plaatsvonden tussen het college en de Gravenruiters. En mijn opzet voor de motie was om dat gesprek weer op gang te krijgen en te zeggen van jongens, laten we nou niet hebben over wie heeft de schuld, maar laten we gewoon kijken hoe kunnen we dat oplossen dat de Gravenruiters na 50 jaar weer 50 jaar verder komen. En geef ze de ruimte en zorg dan in ieder geval voor een soort financiële buffer. Reserveer 90.000, want dat is het gat tussen 140.000 en 50.000 wat altijd is toegezegd. Reserveer 90.000 uit de algemene reserve, zet dat even opzij. Hebben ze het nodig, dan moeten ze het krijgen. Hebben ze het niet nodig, dan gaat het weer terug in de algemene reserve. Maar los het in vredesnaam op, zodat de Gravenruiters gewoon verder kunnen. Ja, maar nu is de motie verworpen. En nu? Ja, nu is het toch zaak dat ze toch met elkaar in gesprek gaan. Ik heb ook al gehoord van het college dat men dat ook wel wenst. Ook een aantal collegepartijen, zoals de lokaal allemaal samen, zei dat ook wel. Ga weer in gesprek met elkaar en probeer toch tot een oplossing te komen. Want men ziet hier, kennelijk, en dat is dan, komt dan ook vanuit het college, dat er genoeg mogelijkheden zijn om op een andere manier subsidies te krijgen. En er is ook een ambtenaar die daarin gespecialiseerd is. Die heeft toen ook al eerder al een aantal suggesties gedaan. Nou, als ze die inzetten om toch zoveel mogelijk subsidies te krijgen, dan kan het misschien toch nog wel helemaal goed komen. En dan hebben ze niet voor niets gedemonstreerd vanmiddag? Ja, ik heb het helaas niet gezien, maar ja, nee, daar hebben ze niet voor niets. En wij socialistische partij, wij zijn van de demonstraties. En we vinden het heel belangrijk dat als je iets wil veranderen, als je ziet dat er onrecht is, dan moet je opkomen voor je recht. En dan moet je inderdaad opstaan en gaan protesteren. Dankjewel. Graag gedaan.